Voorzitter, over dat laatste wil ik het graag verder hebben. Want we leven in tijden waarin onze bestuurders ons dagelijks het westerse schuldbewustzijn inpeperen en ook defensie leidt daaronder. Neem bijvoorbeeld het Van Heuts regiment, dat de tradities van het KNIL meedraagt. In 2022 werd onder leiding van de partijgenoot van onze minister van Defensie besloten dat de rol van de vaandelwacht tijdens de Indië-herdenking kleiner moest worden. Ook mocht de vaandelmars niet meer rechtstreeks op televisie worden uitgezonden en mochten onze militairen de prachtige bamboehoed niet meer dragen. Afgelopen jaar werd een absoluut dieptepunt bereikt en ontbrak het vaandel van het Van Heuts regiment volledig op de Indië-herdenking. Voorzitter, het is tekenend voor hoe onze globalistische bestuurders de eer en de trots van onze militairen te grabbel gooien. Iets wat mij vooral door merg en been ging, was het zien van de reactie van een Indië-veteraan op de excuses die de koning maakte voor Nederlands geweld in Nederlands-Indië. In tranen gooide deze man zijn koninklijke onderscheiding weg. Het is onvoorstelbaar dat onze militairen, die toen destijds streden voor het rood-wit-blauw, zo'n trap na hebben gekregen. De politiek correcte bestuurders verkwanselen de naam van onze Indië-veteranen voor een land dat zelf niet eens de minste reflectie toont op haar rol bij de verschrikkingen van de Bersiap. Voorzitter, als onze bestuurders zo omgaan met de eer en trots van onze militairen en oudgedienden, wie vindt het dan gek dat Defensie een personeelstekort heeft? En voorzitter, wat natuurlijk ook niet helpt om mensen te behouden voor Defensie, is het verplicht opleggen van diversiteitscursussen, het laten optreden van drag queens voor onze militairen en het hijsen van de regenboogvlag, terwijl het Van Heuts vaandel dus wordt weggepoetst. Kunnen we weer even normaal doen met z'n allen, vraag ik aan de staatssecretaris.